vanuit de gemeente Sint-Lieve-Schouten heten wij van Persregio Tender u hartelijk welkom op deze Louis-Venus-stoet 2019. In deze historie spelen de heilige Livinus en keizer Karel de hoofdrollen. Het volk van Sint-Lieve-Schouten en de Gentse bedevaarders vertolken prachtige bijrollen. Vandaag wordt een grote dag voor Sint-Lieve-Schouten. Laat de trombones schallen! Thank you.
jaarlijks op bedevaart. Maar deze bedevaart werd door keizer Karel verboden. Naar het schijnt zijn op deze 10e november weer talrijke Gentse bedevaarders in Houtem opgedaagd. Net vandaag maakt keizer Karel zijn intrede door onze straten. Er hangt dus toch wel enige spanning in de lucht. Terugkeren naar het midden van de 7e eeuw.
Rond die tijd zakte de Ierse bisschop Livinus af naar onze streken. Livinus verkondigt met aandoenlijke naïviteit zijn geloof en probeert de heidense lokale bevolking uit de nog woeste streken rond Sint-Lieves-Houtem en Sint-Lieves-Essen te bekeren. Op een lafhartige manier wordt hij beroofd van zijn tong. Hij moet links op. Hey, Levinus! Ha ha! Hey! Ik kom er mee!
zijn kornuiten uit elkaar gedreven door een goddelijke kracht die Livinus zijn tong terugschenkt. Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij het dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Betekent slechts uitstel van executie. Hij beseft dat hij weldra overmeesterd en gedood zal worden. Hij spreekt zijn volgelingen deze laatste woorden toe. Mijn allerliefste broeders en zusters, ik word weldra geofferd aan mijn koning, die mij verwacht in de hemel. Alsjeblieft, geef de moed niet op. Wij zullen